I go and give someone my soul. You know, oh, oh. Back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, 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 go. We're back from the dead. Is de opening van de Python, zoals sommigen van jullie wel weten. Het is nog ineens 8 uur en er staan nu al veel auto's voor de poort. Moet je nagaan. Job, Tim, Dani, die komen zo. Ik ben er dus al. Dus ik moet even wachten op hun. En dan gaan we met z'n allen een moer kopen. Dat is wel leuk. Althans, de meesten gaan een moer kopen of pins of een shirt, een trui. In ieder geval, dat dus. Ik heb mijn statief bij, mijn grote. Kijken of ze me naar binnen laten. En anders heb ik pech. Oh, ik heb zoveel zin in vandaag. Echt. Normaal. Maar jullie gaan straks nog wat mooie beelden zien van mijn statiefje. Later. Mensen, met 3 graden wie ik ben, met onze kleine vriend. Yay!
vind je leuk, hè? Ja. Aandacht. Aandacht vind ik heel erg leuk. Maar we moeten nu nog 2 uur wachten voordat 1 uur wachten voor dit hek open gaat, 2 uur tot de Pieter. En 1 uur voor de Pieter open gaat, komt uit tot 2 uur. Ja. Hé, hey, Bach Baan. Ja. Yes. Vind jij ook leuk, hè? Ga je ook een moer kopen? Ja, ik weet nog niet. Ik ga het doen. Ik vind het wel een beetje duur. Ja, boeit niet. Ik ga die ene van 70 euro misschien doen. 70 euro, dat is die grote moer. Ja, die grote. Ja. Ach ja. Even kijken. Ja, toch had ik het druk. Gaan we bij de poort staan? Gaan we wachten op Job en Tim? Job en Tim en Tim. Ze zijn altijd weer te laat, hè? Jammer is dat. Jammer van centen. Mooi, je kan. Toch, Dani? Ja. Jammer van centen, hè? Jammer van je cent. Ja. Weggooit geld. Maar ik heb hem niet kennen. Ik heb hem mij laten bijbrengen. We are home. Ik heb echt een voet. Oh, wat gaaf. Oh ja. Het boek schrijft, dus de Efteling is open. Oh, wacht, ja, ja. Toch niet. Ja, ja. Ga gewoon weg. Ga gewoon weg. Hallo. Ga gewoon weg. Oh. Wat? Wat? Helemaal. Ik ga weg. Dat is Anastasia. Job heeft net mijn vlog een soort van afgesloten. Niels, Niels. Niels. Tim, doe je beklacht. Doe je beklacht. Ja. Ja. Wie ben jij? Stampen. Niet zo dichtbij. Lensvies. Hoi, wie ben jij? Ik ben Dani. Hoe heet jij? Jan, aangenaam kennis te maken. Eigenlijk moet er nu zo'n gaan besturen. Nee, eigenlijk moet er nu een bromcar aankomen, speciaal voor Tim en mij. Met van die, ja, met van die mijnwerkers pakken en omhoog waar zo. Ja, ik ben net. Ja. Waarom rennen we ook weer? Voor de lol. Ja, voor de lol. Ik heb echt geen conditie. Yo! Yo! Mijn bek af. Best friend. Zo. Ja, dit is het lopen. Nee, nee. 3, 2, 1. Hoi. Ik kom er gewoon. Ja, rol. Ten. Al 6 keer gehoord, maar ja. Kijk, net is hij nou, man. Mijn bek af, joh. Niet normaal. Nou mensen, we hebben... Hey, Tim! Ja, Tim. Ben je blij? Tim. Nee. Mag ik even filmen? Ik ga filmen. Uitrekken. Ja, steeds... ja, wacht even. Ik ga Baron opbreid maken. Wacht, ik draai hem even uit. Ja, wacht. Oh, zo draai je nou heen. Jongens, welkom bij de FWS Kietkool. Heb je ook een fiets zo, dan kan je kijken. Ja. Ik kan hem best zo vast pakken. Wat? Best wel duur. Cameraman. Oh ja. Nou, we draaien met dat ding. Welkom bij Job. Job, we staan hier vandaag in de FVV. En een bron is kapot. De bron is kapot. Ik ben Eftel Wesley. Kan niet. Katje, wat voor de pers dan? Hè? Gewoon... Oh ja, meneer, ik ben van de pers. Mag niet binnen. Tuurlijk. Ja, dat is mijn abonnement. Even kijken waarom. Dit toch? Ga gewoon weg. Je hoort die voorshow gewoon, hè? Oh, nee, dat is Joris. Nee, Joris. Nee, dat is tunnelzang. Dat is tunnelzang. Geef eens hier. Mag ik volgen? Ik heb nog een camera bij. Oh, hij komt. Oh. Ik ben hier. Wacht even, moet ik op deze nog draaien? Nou, ben ik hier. Ik ben leeg hier. Als iedereen nou even aan de kant brandt! Nee. Nee, die ene gewoon bellen. What's up? Hey, welkom bij Boos. Ja, we zijn gewoon bij Boos.
sneller. Hoi. Hoi, welkom bij Boos. Vraag aan. Alweer. Hoi, welkom bij Boos. Vraag aan Boos met proberen om. Actie. Hoi, welkom bij Boos. Vraag aan Boos met proberen om Boos te maken. Jij bent Boos, hè? Ja. Jij bent Boos, hè? Wacht even, moet ik even aanpassen. Jij bent Boos, hè? Ik moet helemaal op mijn heupen zitten. Ja? Ja, je hoeft je eigen te zeggen. La la la. Boem. Even op Oké, wacht. We moeten Dani even goed in beeld krijgen. Doe hem naar beneden. Ik wil even kijken. Hoi Dani. Ik heb hem ook. Deze camera en deze statief, het is gewoon wonderbaarlijk. Nou, hallo dames en heren, welkom bij Wonderdepot. Wil je niet zo dichtbij in beeld staan? Denk ik. Hallo dames en heren, gaat zijn zijn lens. Stop. Hallo dames en heren, welkom bij Wonderdepot. Ga gewoon weg. Okay. Hallo dames en heren, welkom bij 3, actie. Hallo dames en heren, welkom bij Wonderdepot, MC. Oké. Kut. Opnieuw. Actie. Opnieuw. Die ga ik er ook gewoon niet uitknippen. Ik wil alles gewoon in één bestand erin. Actie. Hallo dames en heren, welkom bij wonderdepot.nl. En vandaag staan we voor de baron. Maar we gaan naar de Pieter. Voor de vandaag bouten verkocht. Nou, dat kunnen jullie natuurlijk allemaal volgen op wonderdepot.nl. Dus ga zeker er even een kijkje op nemen. En laten we maar even een leuke timelapse zien. Ga gewoon weg. Kijk naar mijn kanaal. Ja, heb je dat? Mag ik timelapse maken? Wonderdepot.nl. We gaan timelapse maken, omhoog. Ja, er is daar. Ik ga hem. Nee, lukt in houden. Tijdens. Die heeft vast een haai. Ik hoor de gamecore aan mij. Ik heb het ook. Mooi verleiding. Nee, wacht even. Als je naar rechts kijkt. Van Ron, ga ik rechts kijken. Wat is los? Top. Ja. 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 Ja, ik heb hem. Dat zal sneller zijn. Is pootje haken toegestaan? Gewoon droombeelden, joh. Totdat je me laat vallen. Als je hem op zo staat, dan is het gewoon één ding. Dan is hij uitgeschakeld. Ja, maar iedereen dat ze. Hij is weg! Nee. Mijn lijf is links. Links is toch al heel snel. Een hele korte timer. Ik heb precies deze camera, precies deze statief. Ik heb hem niet mee. Geen idee, maar. Deze statief ook gewoon. Hij zit hem daar. Maar kijk, dit gebouw. Mama, hè, dat leuk. Maar dat zakje. Mijn naam is Niels. Welkom bij wonderdepot.nl. Kijk, let op. Wie rookt? Unboxing. Ik ruik. Het is niet toegestaan in wachtrijen te roken. Let op, unboxing. Tada. Die heeft mijn moeder. Die heb ik. Moet ik even een kaartje uit deze halen? Kan Job heel goed. Wat? Lekker en dan deze omhoog. Deze omhoog. Nee. Doe nou, gisteren, ik wil anders een waterpas, dat het belletje eruit gaat. Waterpas. Oh. Tim, gisteren. Ga gewoon weg. Tim. Ah, zo. Tim, gisteren vlog te slapen. Eindelijk slaat de mist eraan, jongen. Slim op mijn nek. Fuck. Oké, dit wordt leuk. Ga zo rennen alsjeblieft. Als ze met z'n allen hard genoeg duwen tegen deze poort, gaat hij omhoog. Hallo Job. Waarom ben je boos? Omdat ik boos ben. Rani. Deze mensen kunnen allemaal over de kop, weet je. Ja? Volgens mij neem je. Nee, ik ga niet. Ik durf niet over de kop. Nee? Nee. Zo, mijn eerste appel over de kop. Ja, mijn is ook. Waar ga je nou weg? Ga weg! Ga nou weg! Mag je pop? Ga gewoon weg. Nee! Indico. Ja, stop, mag ik aftellen? Begin je speech opnieuw. Lekker! Lekker! Gaat de sens, Mike, echt. We gaan straks rennen. Oh ja, sorry. Gaat hij naar de moeren. Ga gewonnen vallen, jij bent de eerste. Ga gewonnen vallen. Kan dat niet. Laten we maar begonnen, zo'n meisje stond tegen die deur aan te leunen. Onze deur ging gewoon open. En jij bent de tweede. Dag. We zijn er weer, hè. Ja. Nou, dames en heren. Jop. Nog 1 minuut, jongens. Passievruchten! 1 minuut. Oh ja, joh? Ja, joh. En dan gaan we rennen. Lekker af!
nee. Don't jump. Ik zou hem van de statief afhalen. Don't. Het gaat echt niet kunnen rennen. Met de statief om de rug kan ik ook niet rennen. Ajax. Ja. Waar kom je joden toch vandaan? Israël. Je ver vandaan. Vind ik 2 minuten. Reizen. Ga nou weg. Ik wel. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nog 10 minuten. Nog even wachten op een belletje. Dring, dring. Eend, ga nou weg. Die eend gaat dood. Die eend gaat dood. Die eend gaat dood. Zo, lekker aan het twerken. Go shake that booty. Ga weg. Ja, goed zo. Goed zo. Heb jij een pennetje wel genomen? Oké. Die staat 1 over 10 hoor. 1 over 10! 1 over 10! Nou, Olaf met de klacht! 1 over 10 hè! Zeker! Wachten! Ik kan er echt niet tegen als Spookslot nu eerder open is hè? Wachten op Ark! Wachten! Die verdomde buurman! Die verdomde buurman! Je eigen best wel weggaan! Loop je nog weg! Oké, starthouding. We staan op te wachten. Oké, ik ben echt gelukkig. We wachten op Olaf. Ik wacht op signaal van mijn leidinggevende. Maar misschien is hij in slaap. Bel hem even wakker. Misschien is hij... Wakker worden. Waarom? Ze rijden met 3 treinen. Ja, eindelijk. Zo. Ja, nee, echt. De hele winter heeft hij met 2 gereden. Zo kut. Ja, heel de winter. We zijn op. Er ging echt met z'n vertaal op mijn bek. Snel kom. Job. Is het voor Bart? Kut. Dit is geen 500 mensen, we hebben sowieso nog een moer. Job. Bekka. Wat is dit nou? Dit is geen moer. Mensen, we staan in de rij. Tim, Job, ja. Dani. Zo, echt. We hebben gerend. Dat wil je echt niet weten. Dus nu staan we hier zo in de wachtrij te wachten op de moer. Dit kan zomaar tot 1 uur duren. Ja, dit kan echt tot 1 uur duren. Man, hier. Maar ik heb het ervoor over. Dus, kijk, ja. Ik heb gerend. Ik sta in de wachtrij. Weet ik niet. Nou, de boningpas gaan we sowieso missen. Hij ligt aan hoe snel ze dit gaan doen. Maar in ieder geval dat dus. Als ze nu beginnen met verkopen. We zien jullie wel als we een beetje vooraan staan. Oké, mensen. We hebben goed nieuws. Ik krijg moer nummer 120. Ik 119. 121, 19. Dat zijn wel leuke nummers. En welke heb jij? 118. Echt gewoon. En ik ook. Ik vind het echt wel geweldig. Maar we hebben in ieder geval gegarandeerd een moer. Nummertje 120. Dus komt goed. Ik wil echt 21 in. Nou, daar staan we dan. We zijn niet opgeschoten. Druk op mijn wonder. En het is aardig druk. En de andere kant op is het ook aardig druk. Kijk.
Ja. Het is pittig druk. Dus wij hebben sowieso gegarandeerd de moer, toch Tim? 118 heb ik. 120. 119. Heel veel mensen 121. Heel veel mensen zijn uit de rij gestaan omdat ze geen kaartje hebben. Ja. Ja, dat is jammer. Ja. Ik hoorde net ook al in buiten. Paddenstoel. Een gele paddenstoel. Kijk, een geile bos. Wat? Nee. Nou, dames en heren, we zijn aan het wachten. En daar komt weer een treintje hoor. Daar komt er weer een. Oh, even uitleggen hoor. Wat wil jij het liefste? Het allerliefste. De oude Python. Ja, de oude Python. De nieuwe Python bij elkaar. Hey. Het is toch goud. Het wordt allemaal opgenomen door Wonderdepot. Ik moet even een pin halen voor Dani. Ja, hou op je bek. Dames en heren, er komt er weer eentje. Yes. Ik had toch mijn camera mee te moeten nemen, want je staat hem toch niet uit mijn handen. Wacht. Ja, daar gaat hoort hem nog iets. Niels! Jongens, kijk wat er gebeurt. Ga je ook een t-shirt halen? Ik weet niet, ik denk zonde. Waarschijnlijk kan je dat dan ook nog kopen, weet je wel. Dat komt ja. Ik denk ook zo met zo 30 euro. Oei! Wat vind je er nou van? Ja, bloedgel. Wat ga jij allemaal halen? Wat ga jij allemaal halen? Welkom bij Omroep Brabant. Welkom bij Wonderdik. Kut! Volgens mij krijg je 3 pins in 1 zakje. Wat doe je nou? Hoe vlog jij? Wil je deze camera ook? Stop. Ik ga hem kopen. Ik heb hem al. Ja, hallo en welkom bij Boos. En wij zijn boos. En deze lens zegt kut. Ik ga voor een lens kopen. Nee, dat is gewoon een standaard lens. Ik ga een wide-angle lens kopen. Yo, ik dacht heel erg dat dat de bronvrouw was. Oh, het valt echt heel erg mee. Hey, Bianca. Dit gaat dan wel door. Kijk nou. Nee, ik wil even of rijden. Zeg, zijn capaciteit is verhoogd. Nou, totaal niet. Ja, mensen, we staan in de rij voor de moeren. Tot Job? Ja. Tot Tim? Ja. Lekker. High time. Ja, echt als een rikketik. Ja, gewoon weg. Wat moeten wij dan hebben? Job, je gaat het al leren, jongen. Onrijd 2018. Ik wil nog niet zien. Nou jongens, we zijn dichtbij bij het baronkarretje. En wat kunnen we daar halen? De Pietelmoer. Ja, ik ga hem ook halen hoor. Jij moet filmen als ik hem krijg, oké? Okay? Ja, ja, is goed. We hebben hier natuurlijk de Game Gallery. Game Gallery helemaal dicht. En dit is Job trouwens van de Steam Parks. Waar die alweer mee gestopt is, zei hij. Waar ik eigenlijk mee ben gestopt, maar dat boeit niet. Ja, echte baron hoor, jongens. Ja, dat ga ik niet doen, denk ik. Ja, ik heb niet genoeg geld aan. Ik heb content. Ja, maar ik weet van mezelf, ik ga die trui niet dragen. Nee, ik ook niet. Kijk, het is leuk, weet je, maar die ga je toch niet dragen. Yes, ze dragen heet het kratjes. Yes, dankjewel. Ja, ik heeft hij zo hoor. Ik heb hem. Jongens, ik heb er ook één. Oh. Vet. Hey, jongens, waar staan we? Python! Nooit van. Komt hij dan? Ik wil wel mijn trui aan. Vol snel, jongen, hij komt voorbij. Doe maar aan dan. Ik wil wel mijn trui aan. Tim gaat strippen, jongens, let op. Of meiden. Helemaal achterin. Tim, strippen. Nee, zeilrijden is dat. Niels! Ja! Nee, stop!
Kom op Tim, je kan het. Ja schat, oh. Ja. Nee, 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 nee. Mo. Hey jongens, vogel. Vogel. Rook. Oh, vogel. Hij is terug. Hij is teruggevlogen uit Amerika. Ik vind die pins echt geweldig. Mensen, zoals jullie weten, ik ben echt even zorg. Ik heb drie pins. Ik ook, mijn jongen. En Dani heeft ze ook, dus die moest ik even voorschieten. Ja, Dani krijgt €14 van je. Ja, maar je weet. 15 rente. Ja, €15 rente. Zo. Heb je dat? Mooi. Van achterin. Tim, wij gaan wel samen. Tim. Ja, wat gaat hier? Zo. Roby, alsjeblieft. Kan je even mijn flesje vasthouden? Man? Ja. Hey, Kijk, daar is het nieuwe vrijgave knop. Ja. Hey, ik wens je de dood toe. Ze hebben niet de bagage van. Hey. Veel plezier. Okay. Veel plezier. Hey, Tim. Veel plezier. We gaan allemaal dood. Yo, ik ben degene die met hem gaat. Ah, komt ie, hè? Komt ie. Let op. Heerlijk, jongens. Wow, jongens, ik heb de oude dingen wel opgebouwd. De oude kisten. Komt-ie. Jammer dat ze niet meer in werken. Dat... Komt ie ras. Ja, mensen, zoals jullie kunnen zien, we staan bij de uitgang van de Python. We zijn er net uitgekomen. En wat was jouw eerste reactie? Geweldig, zo smooth. Zeker ja. Dat laatste looping en dan die bok naar de keuken trekken, zo smooth. Wat vind jij, Dani? Ik vind hem heel soepel. We moeten lopen, schiet op. Hond. Dani, kom op. Dani, kom. Dan, kom hier, hondje. Daar. Ja, Dani komt zo meteen wel achter ons aan. Job. Tim, wat vond jij, wat is jouw eerste reactie van de Python? Hij is verkocht. Mooi nieuw merch. Nieuw papapparaatje. Ik vind hem echt zo vet geworden. Ja. En de baan vind ik mooier geworden van dan eerst. Ja. En gewoon het station is ook... Dan moet ik nog over een beetje aan wennen aan het station. Het is heel anders. Ja. En dit is ook helemaal opnieuw gedaan. Ja. Helemaal nieuw. Joop! Wat is jouw eerste reactie? Vet. Ja? Ja. Nou, mooi. Echt vet. Met zijn moer. Wat is jouw eerste reactie? Nou, ik vind het een hele mooie attractie. En hij is lekker smooth geworden. Nu nog een vliegenhollander. Nu nog vliegenhollander. Die heb ik al. Maar mensen, vliegt het wel? Nee, waar gaan we heen? Hoe laat is het? Waarom? Ja, het is kort over 11, dus het valt echt wel heel erg mee. Hou je camera hoog. Ja, ik weet. Ja, maar hij heeft een ingezoomde lens. Maar we gaan. Wat gaan we doen? Baron? Ja. Of Piranha? Dit is de eerste keer dat ik weer in de zon Baron zag. We gaan naar Baron. Dus we zien jullie zo meteen. Hey, waar staan we nu? Baron. In de Baron wachtrij. Nee, dit is toch Python? Ja, hij is Bob. Ja, hij is de Bob. De Bob is heropend. Kijk. Gaan we nog in de Bob doen? Ja, dat gaan we sowieso doen. Ga ik ook gewoon filmen. Zo, valt het gewoon God. Mag ik de voorstels filmen? Echt goed. Dat doen we straks 4K, oké? Ik vind het leuk, hè? Ik vind het leuk, filmen. Nee, even niet doen. Oh. Probeer een mooie opdracht te maken. Wel mooi, niet voor bij mij is die altijd. Want ik heb precies dezelfde camera. Ik zet mijn statief gewoon neer in de voorshows. Weet je wat kut ben? Van mijn statief ben ik de klepje eronder kwijt, zodat ik hem oh. Dus ik heb er eentje laten improviseren. Ik heb hem echt mooi op de Zero Genie. En Keek zo. Ja, dat is wel een beetje. Ik denk dat ik het wel een beetje.
Komt hij nou al? Ja. Nu komt. Ja. Ja, dat is ook een 20 minuten wachtrij. Daar word je heel de zilverheid aan leven, maar dit is een probleem. Dat is niet. Zijn we dan niet? Ja, is wel hoog. Sterk zijn we niet. Helemaal niet. Kijk je kans mee. Nou, als hij dat ding heeft even in de stand staan. Ja, we zijn toch, die hebben ze toen net ook testgedraaid. Ja hoor, iemand kan niet. Farmworkers, vervolgens in mijn uniformijn. Vandaag heeft u het voorrecht af te dalen. In de gemeenschap die toegang geeft tot rijkdom en welvaart. Ik zal u opleiden tot mijn beste kompels. U wordt verzocht. We hebben een banaan aan het eten. Klonk heel verkeerd. Maar we gaan de Bob doen. Ja, de hele. Waar? Oh, daar. Oh, kom weg. Deze heb ik serieus echt gemist. Ik weet het, ik vind het echt kut. Wat een kutapparaat. Echt? Nee, ik ga er niet in. Kom vat in Canada. Ja, dit is het. Die mocht eerst niet open vanwege de remmen. Die waren versleten. Ja, we gaan zo naar Symbolica. We gaan zo naar Symbolica. Echt in kwaliteit. Doet het niet. Doet het wel weer. Doet het ook. Mensen, daar zijn we weer. Ik zeg te vaak mensen. We gaan even naar de play, toch? Ja. Ja. Maar dat mag allemaal. Hier moeten we heen. Toiletten.
I'm going to the toilet and I don't film in there. Bye. Ja mensen, we staan nu bij Fata Morgana en ik heb zojuist een ijsje gehaald. Lekker. Het is echt best wel redelijk warm. Het is lekker weer. Spring in de lauw! Bijna. Lekker ijsje. En we gaan zo Symbolica. Ja, deze niet. Deze niet. Persvoorlichter. Ja. Zal een onrijd gaan maken. Ik ga gewoon mijn statief uitklappen. Ik ga gewoon mijn statief uitklappen. Hey, ik ga gewoon mijn statief uitklappen. Doe nou niet, jongen. Mijn camera ligt naast me. Gewoon mijn statief uitklappen. Ja, ik de statief staat ook gewoon zo. Ja, ik doe hem op mijn statief. Precies hier.
Die is dat, jongen. En die muntjes zijn allemaal daarin gesloten. Die muntjes zijn allemaal gesloten. Wie gaat met wie een treintje? Gewoon met z'n drieën. Of krap? Zo. Nee. We gaan helemaal pak. Ga gewoon weg. Tim. Ah, we zijn bijna aan de beurt hoor. En Roei? Doepje. Wel wat zo'n team van. Efteling Kids Radio. Tim is helemaal verliefd op het statief. Vindt die mooi hoor. Hij heeft al uitgevonden. Ja. Straks mag je een officiële off-ride gaan maken, ja? Ja! Van de bron. Ja. Vindt hij mooi. Ik ben daar goed in, hoor. Ja, gewoon een statief neerzetten, gewoon. Zo mee bewegen, hoor. Zoom. Deze kamer ga ik ook kopen, misschien. Beter. Oh, wacht, ik heb nog 50 euro thuis liggen. Hoeveel kost die? 200 nog wat. Ik zou wel op statief, dan heb je... Zet je voor me niet te trillen? Nog weer? Nee, deze is auto autostabilisatie. Weet je het zeker? Kijk maar. Je weet hoe. Ja. Zie je? Valt heel erg mee. Ja, weet ik, maar een beetje karretje. Dat karretje trilt hem als het kijk. Deurs, hè? Je, het zweeft. Kijk naar het beeld. Ik doe gewoon dit, maar het zweeft heel erg. Snap je? Zie je die lens groter worden? Ja, doe eens kleiner. Ja, nog groter. Nu is hij kleiner. Nu wordt hij groter. Nu is hij groot. Ja, maar dat is wel zonde van die pin. Ja. Dan kan je gewoon halen bij Smet. Hoe vlog jij? Nou, gewoon. Zo. Of zo. Ah, oké, okay, dus jij doet dan... Ja, anders doe ik het zeer even opnemen. Zo. Zo. Ja, gewoon een kamertje zo. Alleen nog zo'n bankje zo. Ja. Moet ik ook filmen? Doe maar. Thank you.
Nou, dat was weer droomvlucht. Mooi. Zo, ik zou weer een zoek. Jeetjes. Van mij ging je opeens als zwart of zo. Ja, dat hoort. En opeens is helemaal. Ik zie helemaal niks. Ja, dat is helemaal los weer. Oh. Ik weet dat jullie de droom hebben, mooi. Ja, eigenlijk wou ik het nog een keer. Hallo. Nou, zijn we weer, hoor. Ja, dat is normaal. Nee, maar ook gewoon, het was opeens zwart, maar dat bedoel ik niet, hè. Nee, dat is gewoon niks zo. Ja, dat, maar zag je ook niet meer het rode lampje? Zag je ook niet meer het rode lampje? Nee. Oh. Kijk, we gaan dus nu naar de vogelhok. En daarna gaan we naar Jos en de draak. En dan gaan we naar... Ik wil een shot opnemen. Wil jij een shot opnemen? Dan mag ze meteen, joh. Ja. En daarna gaan we naar Pieter, want daar hebben we boarding pass ook. Want ik moet altijd van bovenaf volgen. Want dat moet. Dat vinden mensen leuk. En dit is Tim. Ja, dat is mooi. Mooi. Zo. Oh. Oh. Haar spel mocht. Ik merk nu wel dat je een beetje vermoeid begint te raken omdat je zo vroeg op bent gestaan vandaag. Ja man, ik heb echt last. Normaal ben ik echt heel erg hyper, maar ja, ik voel me echt helemaal brak gewoon. Het komt gewoon de uitverspilling, man, vandaag. Nee, ik wou sowieso die moer. Ja, die moer, weet je. Eigenlijk was vandaag zijn we alleen in de Efteling gaan om moer te kopen. En aan Baron te kanten. En de Python. En Python. Ah, Baron hebben we eigenlijk maar twee keer gedaan. Ik kwam eigenlijk alleen voor de Python. Python is heel goed. Eerste reactie. Heel goed, jongens. Perfect. Zometeen misschien nog onrijd. Ja. Gaan we even kijken of dat gaat lukken. 4K. Zal ik harnas doen? Nee, ik doe wel harnas. Heb je twee harnas bij je? Nee, ik heb één. Ja, dat doe ik hem wel gewoon in mijn hand. Dat kan dan ik moet wel. Jij facecam doen. Ja. Ik moet die wel in de camera bewaren. Ja. Nou, ik kan hier op zich wel... Geef die camera aan Tim, gaat hij een stukje vloggen. Nee, zometeen. Ik moet nog even vloggen. Zo, moet hier. God. Ik, oh kut, het scherm. Ja, ik moet... Hey, Jeroen Pauw! Pak de kamer. Pauw, wat mooier dan jou. Pauw. Jeroen Pauw leeft nog, mensen. Hij is niet dood. Jeroen. Als een homen in de vuur. Oh. Dat is Jeroen. Zijn dat echt ogen? Ja. Echt niet, die werken niet. Oh, wat die daar achterop. Ja. Zegt hij vond het topoes lekker de vorige keer. Oké. Nou, we gaan nu naar vogel. Zo! Laat ze reet zien. God. Hij wil paren. Hij zag jou, Tim. Oké, okay, we gaan nu naar vogel. Wow. Echt hele mooie vogels. Pauw. Lekkere pauw hier. Pak hem vast. Laat hem niet. Nee, van onder. Je moet hem van onder zoeken. Ja, maar jij. Ja, maar jij. Niet laten kleuren. Hallo en welkom bij deze nieuwe vlog. Ik ben hier met Jol, nog steeds. Hij skipt jou goed. En nee. Geef me even GoPro. Ja, ik weet niet welke mogol dit is. Nee. Dit is Robby, ik ken je natuurlijk wel. Van deze. Hier, mijn rechterzak. En ga zo meteen gaan we in Vogelrok. Ik weet niet of we daar hem gaan filmen. Ik weet. Oh, daar ging statief. Ik weet. Ik weet niet of dat we in een vlucht opnemen. Ik denk het wel. Dat is wel super leuk. Achteruit, onderuit. Nee, ik had hem uitgezet. Ik ga gewoon weg. Ja, maar dan kan ik gewoon onderuit in de vogel. Loop uit beeld. Loop uit beeld. Gaan we facecam doen bij Vogelrok? Ik ben er helemaal klaar mee. Loop uit beeld. Uit beeld. Loop uit beeld. Loop uit beeld. Loop uit beeld. Ik ben helemaal klaar met Tim. Ik ben helemaal klaar. Wanneer komt die trein? Ja, en dat is altijd te laat. Dus ik ga wel op vogel. Restaking. Staking. Staking van de NS. En deze hoeft vindt hij mooi. Ja, wat loop je nou voor mijn... Tim, ga je ook een camera kopen? Wat loop je nou voor mijn camera weg? Ja, jongens. Hey, mag jou gewoon filmen, hè? Ik vraag je zelf om. Ja, godverdoel. Maar Tim, ga je nu ook een camera kopen? Wat denk je zelf? Ja. Nou, ik... Hij zit erover na te denken. Hier verkopen ze de echt lelijkste. Nou, ik vind het niet zo lekker hier. Daar heb ik gelegen.
Roy, jij gaat hier komt een nieuwe attractie. Hier zo. Komt een nieuwe attractie. Launchcoaster. Nieuwe launchcoaster inderdaad. Mac. Komt hier. Zijn al bij van Vekoma. Uitmetingen. En dan. Die gaat helemaal door tot en met daar achter. Echt een hele grote. Hij gaat over de Vogelrok heen. Hij gaat over de Vogelrok heen. Door de Baron. Door de Baron. Ja. Door echt. De eerste voorshow heen. Hou deze vast. Satering. Eerst als hij helemaal verliest op het statief, nu op de camera. Ja, maar kijk, dit ding is best wel. Ja, als je twee dingen tegelijk hebt, dan. Ja, dat. Dat wil je niet. Tegen hem zeggen dat hij jou samen op. Oké, we gaan rennen. Berenjacht. 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 Nee, grapje, dat was een grapje. Prank. Hahaha. Ik ben grappig, hè? Ik ben grappig, hè? Echt ja. Heel grappig. Ja, dat weet ik. Echt heel grappig. Dankjewel. Als jij even dat hoofd even beter schudt, dan ja. Heel grappig. Is het ook andersom? Heel grappig. Ja, toch. We zijn hier bij Reizen Rijk. Van bij Panorama erin kleur. We gaan bij Panorama, ik weet niet wat we daar gaan doen. Even nog iets te melden. We gaan vandaag best veel nieuwe YouTubers tegen. En bijvoorbeeld, even kijken, wie was het allemaal nou? Iemand met die blonde haar, ik weet even zijn naam niet. Iets met Thomas, maar dat weet ik niet meer. Bachbaan is er, Eftel Wesley. Kev had je er ook, maar dat hoeven we niet te weten. Mag ik ook even voor? Job is mijn statief? Nee. Je hebt net al de hele tijd gevlogd. Maar als jullie dit leuk vinden, dat wij in plaats van Robby, stinking daar, dan gaan wij, dan gaan wij naar een camera kopen, gaan we zijn account hacken. Ja, we gaan, ja, gaan die rossen. En dan. Ik weer even op Minecraft zo. Ja, join ook even Adventure MC, nog bezig in het bouwen. Ja. Lekker bouwen. Ja, want Roy stinkt. Wij gaan alvast in het Vogelrok, ja. Laat van Roy. Dus nee. Ik moest wel wachten, maar dat doen wij lekker niet. Kom, we gaan stoppen achter de rots. Zijn we weer bij de Vogelrok. Ik ga voorin. Ja, wij doen. Ja. Ja, staan we dan. Dat is wel. Roy gaat omrijd maken. Wij gaan facecam. Niet met deze camera, maar met de GoPro, want deze is een beetje duur. Maar dat mag allemaal. Ik ben bang. Wel. Oké.
eerste reactie. Wat een kut, achtbal. Kom, we moeten gaan. Jezus. Nou, we gaan nu eigenlijk naar de attractie van de dag. De Python. En Tim die begint in één keer te rennen. Dus ik ook gaan rennen. Oh, oh. Ja, heeft die kabouter in het water? Boeit me niet. We gaan... Want we moeten de boarding pas halen. Liggen jullie zo? Ja. Ik heb 6 stuks. Als we snel zijn, kunnen we 2 keer misschien. Als we snel zijn, kunnen we 2 keer misschien. Zegt Roy dan, hè. Tim zit gelijk weer te rennen. Ik heb helemaal geen zin om te rennen. Het begint te regenen. En dit is ook niet leuk. En dit ding scherpt niet stel. Ja, hier komen we. Hebben jullie ook handen en limburgers? Die zijn echt lekker, hè? Ja, lekker om op de bek te slaan. Oh, jongens. Privé gegevens voor... Oh, what the fuck? Python, let's your toe. Hoor. What the fuck? Roy. Ja, dat kan gewoon. What the fuck? Kijk zo. What the fuck? Kijk zo. Lekker. Lekker. Wat gaan ze daar nou doen? Renovatie of zo? Ja, die brug is al best wel lang een renovatie. Maar dat maakt het allemaal niet uit. 4 weken terug was het niet meer in. Nee. Dat was een makkelijk antwoord. Nee. Nee. Maar dan moet ik dus... Ja, dat hebben we wel. Nee. Kijk, gewoon nee. Zo. Nee. Ik moet... Jawel! Misschien ga ik wel gewoon onderuit filmen, gewoon zo. Nee, ik doe wel onderuit. Ja, ga ik proberen. Hey, dat was de Q&A van Barbaan, was daar. Zo. Nee, zo die Q. Ik ga hem echt zo vasthouden in die gezoek. En Python? Ja. Zullen we het even naar vragen? Nee. Doei. Kapot. Maar dit is kei mooi. Ik vind het echt vet. Technisch gezien is dit nieuw, toch? Ja, wat vind je nou van de Python? Nou, zoals je ziet, mooi. Soepel. Welkom bij de vernieuwde Python. Hoi, ik ben Python. Dit is tyfus. Ik ben vernieuwd. Hoi, ik ben Python. Ik vind dit echt tyfus schel hoor. Zo. Hey, nog een oud deel. Oude lift. Dat deel hebben ze te veel afgeslepen. Oude lift. Oude lift. Oh. Oude motor. Oh, ja. Kijk, dat deel hebben ze verkeerd afgeslepen. Oh. Oké. Daarachter. Jongens, willen jullie een stukje baan kopen? Bel 112, dan krijg je. Testbobben, 200. We gaan even oefenen. Welkom bij Job's test in de Python onderrijd. Ziet dit er goed uit? Zo? Klik. Nee. Oh, we gaan wel voorin, hè? Nee, Tim en ik gaan helemaal achterin. Welkom bij de Python. Python. Hij gaat snel, jongens. Hij gaat echt snel, ja. Ja, hij gaat zo snel dat je niet ziet dat hij beweegt. Afzend, Lin. Hey Tim. Kijk, rood met wit. Oh nee, wacht. Kijk, de Brabantse vlag. Oh nee, wacht. Een Bartbaan sticker. Iebaat. Kijk, daar haai hem toevallig. Bartbaan. Hij is super vet. Ja, hij is. Ik vind hem echt cool. Hij is onze grootste vriend. Ja, ik ben echt vet. Abonneer op Bartbaan. Ja, dat verdient hij. Dat is echt. Abonneer op mijn kanaal. Hoog ja? Op rood. Hey, ho, jij niet. Papa. Kijk, jongens. God. Ja, deze kan je niet vertalen, hè? Deze kan je lekker niet vertalen. Kijk. Ratel. Het is een Python, kut. En onder welke categorie valt een Python? Een slang. Goed zo. Nee. Doei. Ratelslang is bepaald. Oh ja, en het is gestopt met hagelen, want het ging in één keer hagelen. Ja, het drukt nog iets. Ja, maar dat zijn de bomen. Waar denk je dat het voor is? Voor je tieten, om te houden. Ja. Weet je, dat ze hou niet je uitvallen. Het stinkt je naar hout. Van echt vies hout. Echt vies hout. Baronhout. Dat is dit. Taronhout? Nee, baron. Ik vind het echt stinken. Wat zei je dan? Ik vind het echt stinken. Baronhout? Ja, jij stinkt ook. Nee, jij stinkt. Ja. Dat staat nog vol, dat stinkt wel. Ja. Oké, jongens. En klaar voor de set. Actie. Ja, hallo. En welkom bij Boos. Hallo. Waarvoor ben jij boos? Hoi.
Ik weet niet. Omdat het hier stinkt, hè? Ja. Hou je ook van pindakaas? Ja. Koop nu pindakaas op www.oh.nl. Ik heb nog koop nu de Python Pinch. Nee. Hey Tim, doe je mond eens open. Ja, jongens, we hebben zelfs ontdekt dat de Python een nieuwe vrijgaveknop heeft. Stampen. Kijk, zie je? Zij toch? Gaat hij aan hoor. Wacht, druk op de knop, dan wordt hij vrijgegeven. Wacht. Ja, oh. Hij deed het echt! Oh! Hey Rob. Jullie gaan eraan! Idee! Rob. Tim, waarom ga je nou weer in beeld? Echt een directeur. Ik ben het rijk. Oh my god! Wat? Kijk daar! Waar? Directeur. Daar is hem! Waar? Daar! Nee, dat is niet voor ons. Hoe heet hij nou? Mark! Waar? Daar! Capuchon op. Zo! Kom zo, capuchon! Doe de deur dicht! Boom, klap, klap! Nou, welkom allemaal. Zoals jullie zien, is er een groepensysteem. Nieuwe poortjes. Is het heel mooi geworden. Het is een nieuwe uitgang. En het ziet er heel mooi uit. En dan zie ik jullie zo meteen terug bij die jongens in de raak. Ik weet niet. Nou, zijn we weer. Met Job en Tim. Ha! En waar komen we uit? Python. Mooi hè? Python. Hij is echt soepel. Prachtig. Kijk, dat is zo'n grote moer. Ja, maar die kreeg dat... je niet. Maar die kon je niet kopen. En we staan hier bij de nieuwe uitgang. Ja, hoi ook. En wij hebben zo onze vermoedens dat de nieuwe fotokraam, dat die hier zou komen, want hier ligt al een fundament. Anders wacht op Koen en zeggen de, hier komt die goed. Hier zie je eigenlijk een overgang van hek. Stroom. Allemaal stroom en als je daar goed kijkt, daarachter ligt een groene kabel die waarschijnlijk het fotopunt gaat. Hey, die komt hier uit. Ja, en daar komen alle foto's. En dan gaan we nu naar de Joris en de Draak. Joris en de Draak. Oh, zo, ik moet echt wennen aan een vlog, jongens. Maar ik ben helemaal geen vlogger. Nee, ik ben een vlogger. Ja. Ik rijd gewoon op, hè. Trein te vloggen. Sta je onbekend, hè? Het is 5 uur. Hoe laat is het? 5 uur. 9:05. Hij heeft toch mooi gedaan. Ja, maar wat is dit dan? Een touwtje? Leuk, het is voor de vuur. Voor bliksem of niet? Voor bliksem. Deze staat nu echt veel hoger. Veel hoger zelfs. Ik vind de ondersteuning veel mooier geworden hoor. Ja, op zich. Het is een beetje... En zoals jullie horen, het kutgeluid is er nog steeds. Maar ja, die camera is toch waterdicht. Dus als ik hem laat flikkeren, is hij misschien kapot. Maar hij is wel waterdicht. Oké, we gaan even kijken. Staat er nou 5 minuten? Volgens mij vullen ze ook zo dan. Of het is 15, makkelijk. Ja, 25 minuten. Denk je dat de groep eraan staat? De groep staat nu wel aan. Maar hier is dan altijd wel aardig personeel. Gaat goed. Boom, boom, boom. Tim heeft kebab nodig. Bart de boer. Wie? Nee. Koen. Koen. Nee, dat is niet Koen. Koen van Eeren. Kom. Nee, Koen staat. Lopen pik. Bart de boer. Bart. Nee, ik ook niet. Maar wel Joris aan het zeggen. Nee. Ja. Zeg voor de Alex. Hoe
jongen. Lekker voor je. Grapje. Weet je dat als ik zo doe? Op de taxi. Oh, de shooter staat aan. Kut. Roy, de shooter staat aan. De shooter staat aan. Deze shooter ook. Hey Roy, deze shooter ook. Die laat je niet in de vlog. Weet je wat we gaan doen? Nou, houd dan. Nee, ja, dit heb ik maar. In die bijzondere. Nee. Laat je ook niet in de vlog. Nee, met een V. Poepen. Nee. En dan I. P en piemel. En dan R. Peer. Piraat. En dan een A. Pira. Dan N, dan I en dan A. Piranha! Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ra. Ik zat echt, jongen, de hele dag te denken hoe het weer ging. Liedje. Ja, ik had hem gisteren nog opstaan. Joris en de draak. Echt, hoe gaat hij ook weer? Ja, tada, 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 tada. Film mijn gezicht alsjeblieft als ik tegen je praat. Kijk me aan als ik tegen je praat. Kijk me aan als ik tegen je praat. Ik ben vandaag de vlogger. Nee, ik. Oh ja. Jij bent de sidekick. Dat is wel waar. Hallo, ondersteboven vlogger. Werkt het? Kan dat gewoon? Dat kan... Nee. Maar dat boeit niet. Ik ga toch gewoon zo. Ja. Ik ben echt... allemaal aardig. Kijk die ballen. Ja. Telefoon vlog, jongens. Jongens, kill. Dit is Joris. En dat is de vraag. Nee, net zo Efteling medewerkers zo. Nee, zat ik de volgende keer eigenlijk ook al mee. Wat? Hij zat de volgende keer ook mee, maar ik had geen SD-kaartje. Het is gewoon bij Ravelijn opgenomen. Niet. Bij zijn kasteel. Waarom is bij Ravelijn opgenomen? Waarom? Ja, bij die... Die herberg. Herberg. Oh ja. Dat is het restaurant, toch? Ja. Wapen. Ik ben nog nooit bij het restaurant van dingen geweest. Ik ook niet. Zijn jullie nog nooit in het wapen van Ravelijn geweest? Hier. Hoeveel kan ik niet? Dan moet je eten wat je hebt. Wat? Moet je eten wat de pot schaft. Wat zeg je? Dan moet je eten wat de pot schaft. Nee joh. Hallo, ik ben de Efteling Kids Testpanel. Vandaag gaan we de Joris testen. Is die wel spannend genoeg? Wel snel? Wel eng? Nee. Word je er nat in? Ja. We gaan vuur doen. En daarna doen we piranha. Je wordt op meerdere plekken nat. Gegarandeerd. Ik ben nog nooit zo nat erbij. Als Indy erbij is, dan praten we in de vlog. Credits naar Indy. Ik ben adviseur met een goed humeur, Vincentje Vink. Ja. Ben jij de dader? Ja. Nee. En naast mij gaan we facecammen. Nee. Bij de Euroknaal wel. Ja. Godverdomme, niet zeggen. Ja, oké. Ik ben net aan het opnemen, maar... Ik ga even niet op Nederland opleven. Nee? Echt wel. Oh. Hij zei ze Ik wist het helemaal niet. Echt. Ik ben alweer aardig opgedroogd. Ik wil even kijken. Maar harder in druk en langer. Oh, lelijk. Ja, zo. Wacht, ik wil de pieter maken. Gaat het vuur? Water is vuur. Dat is allemaal hier. Oh, ben jij ook facecam gedaan? Ja. Onrijd heb je niet gedaan. Moet je voorin zitten. Wacht, Tim, mag ik even terugkijken? Okay. Tim, bro. Oh ja. Hij is gaaf voor mij. Kijk uit voor de camera. Hou hem laag.
Even dat. Wij hebben gewonnen, jongens. Opeens haken. Ah, ik ging helemaal kapot. En nu het de begon. Of Pieto. Nee. Ik heb echt zin in Pieto. Ja, maar Pieto is ook goed. Nee. Oh, het is koud. Ja. Dat was de onride van Joris en Draak op mijn gezicht en van Job. En Roy zit voor ons. Hoi, doe nou maar weg. Mensen, we zijn net de laatste rit hier toe geweest. Ik en Tim en ik. En Job die stond weer te ik wachten. Ik had de 7 laatste rit. Oh, daar ben je. Ja. Maar weet je wat mooi was? Wij dachten helemaal van, oh ja, krijg ik geen laatste rit meer omdat de 7 was. Hou het tasjes vast aan één hand wat. Dan ga ik laten zien toen wat ik... Toen zeiden ze. Ik ga laten zien wat ik heb gekocht. Voor 30 euro. Voor 30 euro. Een moer. Een moer. Er is toch geen moer aan. En ik heb nummertje 120. De zon schijnt. De zon. Wat is het leven fijn als de zon schijnt. Er staat, even kijken. Ah ja. Ja. Hier, doe maar even erin. Oh, dankjewel. Nee. Nee, ja, niet kroken, niet kroken. Nee, doe maar erin. Oh, wat zeg je ander? Hey. Tim is dronken. Nou, nu zitten we dus in de trein. Wat gaan we dus doen? Koppen deze moer die we hier hebben. Ik ga kijken hoeveel we ervoor kunnen krijgen op Marktplaats. We gaan kijken hoeveel we ervoor kunnen krijgen op Marktplaats voor Roey. We gaan hem natuurlijk niet verkopen. We gaan hem niet verkopen, maar... Oh, pas ondersteboven. We gaan hem niet verkopen, maar... Ja, we gaan gewoon kijken wat je ermee kan doen. En dan gaan we even kijken hoe goed die dat gaat doen. Want er schijnt namelijk echt veel geld zijn uitgegeven voor een pietelmoer. 2000 euro, laatst ergens. Dus dat is best wel veel. Of niet soms. En nu zitten we in de trein naar Utrecht. En dan moet ik nog één trein pakken en zijn we thuis. Ro is heel geconcentreerd bezig met zijn pietelmoer verkopen. Ja. Echt niet hoor. We zijn nog reis aan het vergelijken met andere moeren. Die er al. Zo joh. Nee, nee. Die zit ook gewoon mensen te pranken, jongen. Ja. Nee. 100 euro vraagt iemand ervoor. Ja, iemand zit de hele tijd te pranken. Soest. Wat? Ja, die is van jou. Oh ja, die is van mij. Wie de? 60 euro heb je met de hulp geboden. Dat is weinig. Dat is veel te weinig. 175. Welke is dat nummer? 223. We zijn allemaal veel lager dan die van ons. Dus daar kun je niet zo heel veel voor vragen. 223. Ik heb 320. Hier, 475. Ja, maar wij hebben in de 100 nog, hè? Ja. Oh, wacht, ja, dat is... En dat is in de 300. Dat is in de 200. Oh ja. 431, 260 euro. Ik kan er veel mee verdienen hoor. Ja. Kijk, 220 euro. Maar wat doen wij? Wij houden lekker dit dingetje. Ja. Want zoals je merkt, het heeft veel waarde. 350 euro, jezus. Ja. Daar merk je het al. Ja, spreek jullie. En dat was toch maar het nummer? Ik spreek jullie zometeen ooit weer een keertje. Misschien in een nieuwe trein, misschien in dezelfde trein. Nou, dames en heren, kijk, pietelmoer 119 en 120. Maar jongens, Tim heeft natuurlijk 118 en Niels 121. En zijn we er blij mee, Roey? Ja. En we hebben dus voor de grap, hebben we... Mijn is op Marktplaats ja, gezet. Ja, en we zijn op Marktplaats gezet. En hij is volgens mij nu al meer dan 30 keer bekeken. Binnen 5 minuutjes dat hij erop staat.
marktplaats. Maar het is wel heel leuk, want hier staat 67 een... keer. Zo. In nog ineens een half uur tijd. Kijk, is er al veel maar. Veel maar. Kijk. Oh, oh, hier moet ze. En die is van mij. Kijk, dat is zijn moeder. Kijk, ik kan het bewijzen. 120, 120. Op dit moment. Zo, nou dat gaat fout hoor, gelijk een melding. Ja, en ja. 250 euro, nog geen biedingen. Maar dat komt wel. Oh ja, voor de mensen die het niet snappen, we gaan hem niet verkopen. Het is meer om te kijken hoeveel je kan verdienen voor een fucking moeder. Vanaf 20.000 euro, vanaf 100.000 euro verkopen kan. Ja. Nu gaan we inzoomen op het gaatje. Outfit. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog. En abonneer. Like voor de Pietelmoer. Doe een punt. Vond jij dit nou ook een leuke vlog met Roy of Tim of Job? Abonneer dan nu op Dutch Theme Parks. En mis niks van treinreizen en Efteling avonturen. Kijk. Oh, oh, ja. Nu krijgen we allemaal geld voor Coca-Cola. Coca-Cola. Het vinger likken goed. Dit is een geheim station. Houdoe.